zijn vandaag hier voor een grote primeur. We hebben vorige week ontdekt dat we 4 jonge stokstaartjes hebben bij ons in de zoo. Bij een nieuwe groep stokstaartjes die over de Egyptische tempel zit. 4 gezonde jongen, ze doen het supergoed. We hadden het eerst zelf niet verwacht. Maar heel leuk om te zien, ze zijn zeker welkom. Echt super schattig. Stokstaartjes die worden kaal en blind geboren onder de grond. Het is eigenlijk maar pas als die iets groter zijn dat die pas boven komen en wanneer het de ouders vinden dat het veilig is. Dus de eerste weken leven die gewoon onder de grond, drinken die melk bij de moeder en nu zitten ze op een leeftijd dat ze al iets mee beginnen te eten met de volwassenen. De nieuwe groep stokstaartjes zitten nu samen met onze schildpadden. De schildpadden die zaten er al een tijdje, maar de stokstaartjes dat geeft toch nog iets meer leven in het perk. De stokstaartjes zelf reageren niet echt op de schildpadden. Misschien voor de kleine diertjes, voor de kleine stokstaartjes, dat dat wel een leuke interactie kan zijn, maar dat moeten we nog een beetje afwachten. Je kunt soms ook, als je een beetje geluk hebt, kun je zien dat de oudere dieren het jong bij een nekvel pakken. Dat doet zeker geen pijn, dat zit je ook bij andere dieren. Dat is eigenlijk omdat de ouders een beetje bepalen waar het jong mag zitten. Dus het kan zijn dat de ouders misschien net in de zon willen gaan zitten en dan moet dat jong maar mee. En omdat dat misschien niet goed snapt dat dat mee moet volgen, dan pakken ze dat bij het nekvel. Maar dat is perfect normaal gedrag. Dit jaar is het jaar met de X, dus we gaan nog eventjes moeten nadenken over namen. We weten ook de geslachten nog niet, dus dat zal waarschijnlijk pas zijn als we de geslachten gaan checken, als ze wat groter zijn. Dan zullen ze hoogstwaarschijnlijk wel een naam krijgen, maar daar moeten we dus nog over nadenken. Willen jullie onze stokstaartjes zien? Zeker komen kijken. Het meeste kans heb je vanaf 9 à 10 uur. En s'avonds rond 4 uur geven we nog meelwormen. Daar komen de kleintjes ook op af. Dus zeker komen kijken.